Welkom. Ja, de eerste gast voor vanavond. Ja, het is altijd een beetje donker. Straks bij de Q&A, dan gaat hij aan. Maar volgens mij hebben we een heel geïnteresseerd publiek vanavond. En je bent verbonden aan het departement cognitieve neuropsychologie. Dat klopt. Ja, vertel eens wat over jezelf. En wat gebeurt bij dat departement en wat doe jij allemaal? Ja, het departement cognitieve neuropsychologie doet eigenlijk onderzoek naar hersenen en gedrag. En geeft daar onderwijs over. Dus we kijken naar alles wat er in de hersenen gebeurt. En dan vooral cognitieve functies, dus taal en geheugen en aandacht. Ja. En ook wat er gebeurt als het misgaat. Dus op het moment dat mensen een beroerte hebben of dementie of er is een hersentumor. Wat gebeurt er dan met hersennetwerken? En er wordt bijvoorbeeld ook onderzocht hoe visuele informatie van belang is voor de verwerking van spraak. Ja. En dat is ook wat ik doe, alleen dan... Kijk. Bij baby's. Precies, daar gaan we het straks uitgebreid over. Ja, precies, bij baby's. Dus de cartoons van Jeroen zijn misschien nog niet zo geschikt, maar daar valt ongetwijfeld onderzoek mee te doen. Leuk nieuws, laten we daarmee beginnen. Want jij hebt ooit al een keer een Veni-beurs toegekend gekregen en je hebt nu een Vidi-beurs gekregen. En ook om het even af te maken, Veni, Vidi, Vici. Er zijn ook nog Vici-beurzen. Dus misschien ook even, want dat is misschien ook voor mensen even uitleggen, even dat systeem. En daarna mag je uiteraard vertellen wat je toegekend hebt gekregen. Maar hoe werkt dat systeem? Ja, dat zijn eigenlijk individuele beurzen van het NWO, dus de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Ja. En dat zijn beurzen voor individuele wetenschappers. En die Veni is voor als mensen net klaar zijn met de promotie eigenlijk. Ja. En Vidi is voor als mensen echt een wat verder zijn en een onderzoeksgroep zelf kunnen opzetten. Ja, en Vici is... En Vici is voor meer senior onderzoekers. De gearchiveerde helemaal ergens aan het einde. En die Veni-beurs misschien ook leuk, want daar zit eigenlijk weer een link met wat je nu gaat doen. Hè. Je hebt daar onderzocht of baby's van 8 maanden oud woorden beter oppikken wanneer hun hersenen het ritme van de spraak overnemen. Helpt het bijvoorbeeld als ze woorden in een strak ritme horen, zoals in een liedje, en voorspellen verschillen tussen baby's in deze breinresonantie hun latere taalontwikkeling? Ja, inderdaad. Ja. Dus ik heb daar... Ja, dat is een hele mooie vraag. Geen baby begrijpt het. En wij moeten ook nog even moeite doen, maar volgens mij laat dit het wel mooi zien. Vertel wat je hebt gedaan. Ja, dus ik heb inderdaad EEG gemeten bij baby's en daar gekeken naar hoe zij het ritme van de spraak oppikken. Dus in spraak zitten een heleboel ritmes. Van ritme van klanken en ritme van lettergrepen en van woorden. De hersenen zijn eigenlijk heel ritmisch. Die communiceren ook verschillende gebieden in de hersenen. Die communiceren ook op een ritmische manier met elkaar. Ze nemen dus ook het ritme van de spraak over. Dus op het moment dat je spraak in een bepaald ritme hoort, dan gaan jouw hersenen ook vuren eigenlijk of activiteit geven in datzelfde ritme. En dus met die Veni heb ik onderzocht of dat bij baby's ook gebeurt. Dus of baby's al het ritme van de taal overnemen. En het antwoord is ja, dat doen ze. Ja. En of dat ook functioneel is, dus of het ook ergens goed voor is en of het gerelateerd is met hun verdere taalontwikkeling. Precies. En daar zagen we dat het gerelateerd was met hoe baby's vervolgens, dus een paar maanden later, woorden oppikken uit continue spraak. Dus op het moment dat je spreekt, zitten er natuurlijk geen spaties tussen woorden zoals in geschreven taal. Maar mm-hmm. Een van de dingen die baby's moeten leren is, waar beginnen nou die woorden voordat ze überhaupt die woorden kunnen gaan leren? Ja. En dus voor dat segmenteren van de spraak is gerelateerd met hoe ze dat ritme volgen van de spraak. Precies. En je zag daar dus ook verschillen. Is dat ook genetisch bepaald? Heb je daar ook iets over kunnen zeggen? Ik heb daar verder niet naar genetica gekeken, nee. Nee. Dus je hebt echt gewoon steeds gekeken, want ik zag ook een foto van jou waar je een baby eigenlijk ook omhoog houdt en dan met muziek aan de slag gaat. Mensen vragen zich dan misschien ook, hoe kom je dan aan al die baby's? Waar hou je die vandaan? Ja. Want dat is natuurlijk... Ik denk niet dat veel ouders zeggen, oh, hier heb je er een en ik zie je morgen wel weer terug. Ja, ja misschien wel hoor. Maar, Ja, nou dat Veni-onderzoek, dat deed ik in Nijmegen bij het Baby Research Center. En zij hebben eigenlijk een hele database van ouders die zich opgegeven hebben omdat ze benaderd kunnen worden voor onderzoek naar hun baby. Ja. En dat werkt heel goed. En die kan je dus op het moment dat je kinderen van 7 maanden wil testen, dan kan je die benaderen. Precies. En we zien hier, daar wordt heel goed voor de baby's gezorgd. Ja. En dan maar gelijk een mooi overstapje naar het volgende project waar je nu dus deze beurs voor hebt gekregen. Daar onderzoek je hoe ontwikkelende hersens van baby's en kinderen visuele informatie gebruiken om taal te leren. Ja. Andere invalshoek weer. Ja, maar we gaan eigenlijk best door op hetzelfde onderwerp. Ja. Dus het is vervolgens, want je hebt die taalontwikkeling die natuurlijk heel snel gaat in die eerste levensjaren. Maar ondertussen zijn de hersenen zich ook
heel erg aan het ontwikkelen. En in dit onderzoek willen we dus gaan kijken hoe dat met elkaar samenhangt. Dus hoe die ontwikkelende hersenen gerelateerd zijn met hoe ze ritme uit spraak kunnen oppikken. En of dat op bepaalde momenten dan makkelijker gaat. Of dat bepaalde snelheden makkelijker gaan. Ja, en nou gaan we ook altijd, dat is ook het leuke van dit programma, we kunnen ook kijken van hoe pak je dat dan aan? Hoe werkt het? Zoals het er mooi heet, de methodologie. Hoe pak je zoiets als dit aan? Is het dan net als bij medicijnonderzoek, dat je zegt de ene groep doen we dit en de andere groep doen we dat? Hoe ga je te werk? Ja, nou, we meten dus de elektrische activiteit van de hersenen. Dus dat doen we met van die EEG-kapjes, waarbij er zit eigenlijk sensoren op het hoofd zitten en die pikken de elektrische activiteit van de hersenen op. En dan laten we ze eigenlijk verschillende dingen horen. Dus we laten ze spraak horen en die spraak heeft al een bepaald ritme. Dan kunnen we dus kijken hoe die spraak gevolgd wordt. Maar ook op het moment dat ik wil kijken naar hoe visuele informatie daarvoor belangrijk is, dan laat je bijvoorbeeld mensen zien waarvan je kan zien hoe ze praten, dus dat je de lipbewegingen kan volgen. En je mond gaat natuurlijk ook open en dicht in het ritme van de lettergrepen. Dus dat kan vervolgens ook weer helpen met dat ritme volgen. Is het idee dat weten we bij volwassenen dat het zo is? Ja. Of dat bij baby's zo is, is dus een open vraag. Dat moet gaan blijven. Maar dan kan je ze dus inderdaad dus die spraak horen, terwijl ze die gezichten, die sprekende gezichten kunnen zien, of terwijl ze dat niet kunnen zien. En dat dan vergelijken. Je hebt verschillende stimulansen en je probeert te kijken van wat zijn de effecten daarvan. Ja. Ja. En nou is het bijvoorbeeld ook met spraak. Hè. Je probeert natuurlijk uiteindelijk ook weer, kunnen daar iets van leren. Je probeert het over te brengen natuurlijk aan allerlei mensen. Bijvoorbeeld misschien ook wel aan ouders. Of aan mensen met kleine kinderen. Een van de dingen die mij bijvoorbeeld altijd verbaast, hè, er zijn mensen die zeggen altijd koetje, koetje en dat soort dingen tegen baby's. En er zijn mensen, daar hoor ik bij, die denken, nee, dat moet je niet doen, gewoon normaal praten. Valt daar wetenschappelijk inmiddels iets over te zeggen? Is een van beide methoden beter? Of heb ik gelijk? Of is het helemaal prima om koetje, koetje te zeggen tegen baby's? Ja, nee, daar valt zeker wat over te zeggen. En dus koetje, koetje, dat hoeft niet per se. Maar wat mensen eigenlijk automatisch doen op het moment dat ze tegen baby's of kleine kinderen praten, is dat ze duidelijker gaan praten. Dus ze gaan langzamer praten, ze gaan duidelijker praten. Je hebt eigenlijk meer ook de ritmische en de melodische aspecten van de taal, die worden juist nog extra benadrukt op het moment dat je met kinderen praat. En dat is fijn voor kinderen, die vinden dat interessant, die luisteren daar graag naar. En dat helpt waarschijnlijk ook doordat ze de belangrijke dingen in de taal makkelijker kunnen oppikken. En dezelfde vraag voor, dat heb ik vaak met mijn broer over, die doet een beetje zo'n hoogstemmetje. Hè, van wil jij klein koekje? Weet je, dat soort zinnetjes. En daar vind ik ook altijd een beetje, doe dat nou niet. Maar daar zegt van, is dat helemaal zo slecht nog niet. Nee, dat gaat op een natuurlijke manier vaak vanzelf. En dat is dus ook gewoon prima. Ja. Ja. Ja, want ik begreep van jou dat je juist ook zei, juist die korte kleine zinnetjes zijn voor baby veel makkelijker. Daar leren ze taal beter door dan dat je gelijk een soort van volwassenen normale lange zinnen gaat maken. Ja, die hele ingewikkelde zinnen, daar halen ze nog steeds een heleboel informatie uit. Hè? Mm-hmm. Dus die hele kleine baby's, je denkt op het moment dat ze nog niet kunnen praten, dat ze misschien nog niet zoveel oppikken, maar terwijl ze gewoon onze normale spraak horen, pikken ze al een heleboel van die regelmatigheden in de spraak op en leren ze al een heleboel over hun moedertaal. Maar dan ben ik even je vraag kwijt. Nee, dat was de vraag. Ja. Of daar dus verschillen en of je dus de een of de ander moet gebruiken. Ja, en dus het is natuurlijk die hele ingewikkelde. Dus de kortere zinnen zijn natuurlijk makkelijker te begrijpen voor een kind. Ja. Dus dat is de afwisseling daartussen is ook helemaal prima. Precies. Dus daar hoeven we ons niet te veel zorgen over te maken. En nou is dit misschien ook niet een enorm maatschappelijk probleem, want ik denk dat jouw informatie is natuurlijk ook vooral van belang is voor allerlei mensen die zich bezighouden met kinderen. Maar dan denk ik ook bijvoorbeeld aan in het onderwijs, noem maar op. Ook mogelijk zorgverleners. Waar hoop je vooral dat mensen met de uitslag van jouw onderzoek, zeg maar, met de uitkomsten mee aan de slag gaan? Bij wie hoop je vooral dat dit op het bureau komt te liggen? Nou, sowieso denk ik dat het goed is dat mensen zich heel goed realiseren dat er zoveel gebeurt in dat hoofdje van een baby. En dat het dus ook al heel erg belangrijk is om te praten tegen een baby. Dus niet pas op het moment dat hij dingen terug gaat zeggen, maar al vanaf het begin. En dat gaat natuurlijk eerst nog heel rudimentair, die interactie. Ja. Maar dat wordt steeds ingewikkelder. En dat doen ouders natuurlijk vaak ook automatisch wel. Dat ze, dat ze veel goed in interactie zijn met hun kind. Maar het is gewoon heel erg belangrijk. Dus hoe meer je tegen een kind praat en in interactie bent met je kind, hoe meer een kind taal leert. Ja. En taal is uiteindelijk zo belangrijk voor de verdere ontwikkeling ook. Precies. Dus je kunt eigenlijk niet genoeg tegen een baby praten? Nee. Heeft altijd een positieve invloed. Je doet ook in dus onderzoek naar hoe hersenen van autistische en niet-autistische kinderen verschillen in hoe hersenen integreren. En dat gaat, dat zien we hier misschien op de foto ook, dat gaat om iets oudere kinderen.
Ja, dat gaat om iets oudere kinderen en die... daarbij, want we weten dat bij kinderen met autisme er gewoon veel meer variatie is. Zowel in taalontwikkeling als in hersenontwikkeling. Als in het hoe ze integreren van visuele en auditieve informatie. Dus die variatie gaan we eigenlijk gebruiken om juist naar die individuele verschillen te kijken. Van hoe dat allemaal met elkaar gerelateerd is. Dus hoe relateert die hersenontwikkeling met taalontwikkeling en die audiovisuele integratie. Precies. Ja, en daar zie je dus eigenlijk ook, ja, er is dus ook niet een soort van één knopje van... Zo moet je het doen en zo moet je het aanpakken. Maar dit onderzoek gaat ook een pleidooi worden voor nog meer maatwerk, nog meer kijken wat er per kind nodig is. Absoluut, ja. Ja, want en, er zal niet één oplossing zijn voor zo werkt het en zo moet je het aanpakken. Maar er zijn gewoon heel veel verschillen tussen kinderen met autisme. Ja. Ja. En dan ook naar het doorvertalen. Want ik las in, dat was een prachtig persbericht, daar stond, hè, van dit is heel belangrijk om kinderen zo goed mogelijk taal te kunnen laten leren. Wat cruciaal is voor een verdere ontwikkeling. En dat riep bij mij natuurlijk ook gelijk de vraag op, van ja, wat gaat er dan soms in de huidige praktijk soms mis? Waarvan je denkt van, god, dat is jammer. Daar doen mensen dingen op de... Eén voorbeeld wat je zelf al gaf, hè, ja, een kwart van de baby's zitten meer dan 2 uur op een scherm. Dat zijn dingen die niet goed zijn voor je taalontwikkeling. Nee, inderdaad. Dus dat is natuurlijk verontrustend dat zoveel gebeurt. Dat er daar al die tijd dat zowel de kinderen als de ouders op een scherm zitten, is er geen interactie. En is er dus minder kans op input. Wat niet betekent dat je de hele dag lang tegen je kind mag praten. Je mag heus af en toe op je telefoon. Maar zorg dat er ook momenten zijn waarin die interactie er wel is. Dus dat is natuurlijk een gevaar. Dat mensen in de speeltuin op hun telefoon zitten. In plaats van ook in interactie zijn met hun kind. Ja. En een ander ding wat veel mensen misschien ook wel eens kennen. Als je ooit op een basisschool bent geweest. Dan hangt het helemaal vol met van die koptelefoons. Die sommige kinderen op kunnen doen. Is dat iets waarvan je zegt, dat is misschien wel een goed middel? Waar we ook naar kijken van is van die visuele informatie die je hebt, die bij het begrijpen van spraak is vooral van belang ook in een ruizige omgeving. Dus als er heel veel verschillende dingen door elkaar gebeuren, en dat is natuurlijk in een schoolsituatie vaak zo, in een klas gebeurt er vaak een heleboel. Ja. En dan kan het goed zijn om je te concentreren op één ding door zo'n koptelefoon. Maar je moet natuurlijk wel in mijn geval gaat het natuurlijk over die spraakverwerking die als je een koptelefoon hebt en je helemaal afsluit, is dat natuurlijk dan ook weer niet het geval. Precies, ja. Maar er zullen kinderen zijn die veel meer baat hebben bij niet die hele ruizige omgeving. Nee, zeker, en als ze zich moeten concentreren op een taak. Ja. Een ander voorbeeld waar we het over hadden, mondkapjes. Tijdens corona, voor sommige mensen is het alweer lang geleden. Maar dan kan ik me voorstellen, dat is een vloek voor taalontwikkeling. Ja, nou dat zal u allemaal wel... nog weten op het moment dat je ergens in een bakker was en je moest communiceren met en je moest duidelijk maken wat je wilde hebben met een mondkapje, dat het soms heel ingewikkeld is om elkaar te verstaan, vooral als er een heleboel om je heen gebeurt. En daar zie je eigenlijk dat belang ook van die visuele informatie voor die taalverwerking in dit geval. En bij baby's, gelukkig waren er natuurlijk baby's ook gewoon een heleboel thuis en in interactie met mensen zonder mondkapje. Maar op het moment dat je de mond helemaal niet meer zou zien, op het moment dat je dus een kinderopvang hebt waar de leidsters ook altijd een mondkapje op hebben, dan missen de kinderen al die cues. En dat is in Nederland was dat gelukkig niet, maar in sommige andere landen was het dus wel dat de leidsters ook de mondkapjes op hadden. En dat moet je gewoon eigenlijk niet doen. Nee, dat snap ik. En wanneer hoop je dat dit onderzoek is afgerond? Als alles een beetje loopt, je weet nooit hoe het gaat, maar wat is de verwachting? Het duurt 5 jaar, dus ik heb 5 jaar om dit uit te voeren. En waar ben je in die tijden voor jezelf? Je bent ook onderzoeker, je bent ook altijd benieuwd, nieuwsgierig. Waar ben je op dit moment nog het meest nieuwsgierig naar? Dat je zegt, nou, ik zou wel even om de hoek willen kijken over 5 jaar. Ja, ik ben wel heel benieuwd of ik echt die mate van de hersenontwikkeling, dus ik kijk die EEG-mate van de hersenontwikkeling, of ik die echt kan linken naar hoe ze het ritme oppikken in van de spraak. Daar ben ik gewoon wel heel benieuwd naar of ik dat echt met elkaar kan relateren. Ja, precies. Ja. En is het nou ook zo, want soms heb je als wetenschapper ook, ja, dan vind je het niet, hè, het blijkt niet zo te zijn. Dan kun je zeggen, nou, dat is ook kennis. En soms kan het ook als mens een beetje leiden tot teleurstelling, want je hoopt natuurlijk ook naar buiten te komen met dingen van, ik heb wel iets gevonden, of werkt dat voor jou niet zo? Nou, als het altijd precies zo zou zijn, zoals je had verwacht, dan is dat natuurlijk, dan is het helemaal niet. Het is juist leuk op het moment dat er iets uitkomt wat je niet had verwacht. En daarvan leren we het meest. Dus dat zullen we zien. Ja. En stel nu dat je mag zeggen, nou, ik doe alvast een aanvraag voor die laatste, voor de Vici-beurs. Nog even een paar jaar verder. Even een eerste schot voor de boeg. Welke kant zou dat op kunnen gaan? Dan zeg je, nou, droom nog even weg, maar dat lijkt me op lange termijn nog wel eens een interessant onderzoek. En daarna ga ik eens naar de mensen in de zaal toe.
Ja, ik denk dan op dit moment ook meer aan hoe verschillende geheugensystemen werken, hoe dat dan weer gerelateerd is met de taalontwikkeling. Mooi. Ja. Mooi. Dankjewel van zover. Ik ga ook hier uiteraard eens even vragen aan de mensen in de zaal. Die willen reageren nogmaals, het hoeft niet, maar ik ben altijd gewoon even benieuwd ook wat u vindt van het verhaal van wat u heeft gehoord. Er staat hier ook al een robot klaar, daar gaan we straks ook meer over horen. Maar ik ben altijd gewoon eventjes benieuwd. En u mag me ook wegsturen hoor. Wat vond u van wat u hoorde van Tineke? Interessant. Wat ik me afvroeg van, je weet natuurlijk niet of kinderen of het gehoor heel goed is. In hoeverre is het gehoor bepalend voor de kenmerken die je net opnoemde? Ja, gehoor is natuurlijk heel erg belangrijk. En de kinderen die wij testen, daarvan vragen we ook van of ze goed horen. Want op het moment dat ze niet goed horen, is het natuurlijk ook, dan is het ook lastiger om die taal op te pikken. Om de spraak op te pikken. Ja, goed punt. Dankjewel. Andere vragen? Oh, heel veel vingers. Heel goed. Goedenavond. Dank u wel voor het verhaal. Mooi verhaal. Waar ik benieuwd naar ben is, u zei je bent onder andere op zoek, naar onderzoek doet u naar hoe ritme helpt bij taalontwikkeling. En we zagen ook een aantal foto's met allemaal sensoren. En u zei, er worden elektrische signalen mee opgepakt. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het een technisch verhaal is. Maar zou ik kort kunnen schetsen, hoe gebruikt u dan elektrische signalen om een conclusie te bereiken over iets als ritme en taalontwikkeling? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, we meten daar dus die elektrische activiteit van de hersenen. En die is eigenlijk opgebouwd uit een heleboel verschillende ritmes. En die kan je dus, dat kan je vervolgens een soort van ontleden met een Fourier-transform, kan je kijken welke ritmes daar allemaal in zitten. En vervolgens kan je gaan kijken naar de synchronisatie van die verschillende ritmes met de ritmes in het spraaksignaal. Dus hoe de ritmes eigenlijk in dezelfde fase lopen in de hersenen als in de spraak. Helder? Ja, zeker. Helder. Dankjewel. Mooi. Dankjewel. En aan deze kant? Ja. Ja, ik vroeg me af hoe je de taal aanbiedt. Is het ook met rijmen bijvoorbeeld? Zijn kinderen daar extra gevoelig voor? Ja, dat is. Toevallig heeft een promovendus van mij heeft ook gekeken naar hoe baby's rijm oppikken. En dat is nog niet helemaal duidelijk of ze dat nou merken of niet. Maar in ieder geval werkt dat zeker om ook gewoon de aandacht te trekken. En wat wij gebruiken is zowel versjes, dus ook of verhalen zoals in Nijntje bijvoorbeeld, hè, dat is heel erg ritmisch en dat ruimt ook altijd, heeft altijd een bepaalde structuur. Dus zulke soort verhaaltjes gebruiken we vaak. We gebruiken ook vaak spraak die we eigenlijk zelf verzonnen hebben, waarin we dan steeds woorden laten herhalen, zodat we ook kunnen kijken of die herhaalde woorden opgepikt worden. Dus of er een soort herkenningssignaal in de hersenen dan komt van die woorden die ze al eerder hebben gehoord. Maar ook liedjes gebruiken we wel eens, dus dat is natuurlijk ook weer net anders dan spraak, waarbij dat ritme juist veel sterker is nog weer dan bij de spraak. Mooi. Voldoende? Ja, zeker. Heel goed. Andere vragen, opmerkingen, kritische kanttekeningen, dingen die u nog graag wil weten, nu we hier toch zitten. Kijk nog even naar deze kant, alles kunnen vragen wat u wilde vragen. En dan kom ik ook bij jou. Heb je alles kwijtgekund wat je graag wilde vertellen? Heb je nog een oproep, wil je ons nog iets meegeven? Of heb je alles kunnen vertellen ik wat je wilt vertellen? Dan zijn we heel dankbaar dat je hier was. Dankjewel. Ik krijg een hartelijk applaus. Tineke Snijders.